Pascal Boschater, wanneer hoorde je dat je vandaag in de basis startte? Nou ja, eigenlijk zaterdag al naar de wedstrijd. Hè. Je weet dat je een schorsing hebt en heel veel blessures. En dan ga je met de trainer zitten en dan ga je een beetje puzzelen natuurlijk. En uiteindelijk hebben we er gisteravond nog een klap gegeven. Hè. Als je met Barry zou starten, dat zou kunnen. Maar Barry is een aantal weken geblesseerd geweest, heel weinig getraind. Dus je kan geen 90 minuten maken. En als je met Barry speelt, dan zul je toch je speelstijl ook een beetje moeten veranderen. En, dus ja, dit was wel het meest ideale, het meest voor de hand liggende, denk ik. Wie kwam dan op het idee van, jij gaat spelen? Nou ja, weet je, ik train eigenlijk al heel vaak mee ook gewoon. Hè, omdat we sowieso met blessures en zo zitten. En de afgelopen week heb ik gewoon volledig meegetraind. Dus eigenlijk was het wel een beetje een samenspel tussen de trainer en mij inderdaad. Het is wel een unieke situatie natuurlijk, hè, met zo'n leeftijd en met alle respect op zo'n niveau meevoetballen. Nou ja, goed, weet je, ik denk dat we het aardig hebben gedaan. Hè. Ik denk dat die jongens toch wel een stapje extra gedaan hebben vandaag, ook voor mij. En, kijk, de meest ideale positie van mij was vandaag tegen Kobus. Hè. Die loopt ook niet heel veel, dus dat was ideaal voor mij. En ik denk dat we het wel aardig hebben ingevuld. Ben je er dan weer blij mee dat je weer op het voetbalveld staat en mag meespelen? Nou, natuurlijk is het leuk, absoluut. Ik bedoel, het is uiteindelijk het leukste wat er is, hè, voetballen. Alleen, ik denk dat je uiteindelijk toch moet kijken naar jongens die nog fitter zijn. En ik hoop ook dat we deze week weer jongens terugkrijgen die fitter worden weer. En die van blessures terugkomen. We hebben sowieso twee schorsingen die weer bij zijn. Dus wat dat betreft kan ik misschien weer gewoon plaatsnemen naast Willem. Ja, of op de bank, want dat zat je vorige week ook toch? Ja, vorige week hadden we natuurlijk te maken met blessures. En misschien zal ik aankomend weekend ook weer op de bank plaats moeten nemen. En doe ik met liefde. Dus wat dat betreft zal dat wel gebeuren. Alleen in de basis zal het niet gebeuren, denk ik. Tenminste, daar ga ik niet vanuit. Dan over de wedstrijd. 0-0, was het ook terecht? Ik denk het wel. Ik denk dat je uiteindelijk wel met een 0-0 tevreden kan zijn. Hè. Zij kregen wat kansen, wij hebben wat kansen gehad. En ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer heel leuk was. Hè. Ook de supporters van HSC die het zingen, onze supporters zingen. Dus wat dat betreft was het denk ik wel heel leuk om deze wedstrijd te zien. Ja, het was vooral dan de ambiance, want heel veel kansen is er ook niet, zijn er ook niet geweest. Nou ja, goed, zij hebben twee kansjes gehad, er waren ook twee kansjes, dus het was niet heel veel. Alleen, goed, er zat wel alles in, hè. Er zat vechtlust in, lange ballen, mooie combinaties. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het wel heel leuk was inderdaad. Hoe moeilijk is het voor jullie om die passie erin te houden in het voetbal als je nergens meer van speelt? Dat hoor je natuurlijk al vaker de afgelopen week. Dat vind ik onzin. Ik bedoel, je speelt wel ergens voor, je speelt sowieso om te winnen. Dus dat is echt onzin om te zeggen dat je nergens voor speelt. Je wil elke wedstrijd wil je winnen, dus daar speel je sowieso voor. Alleen je weet gewoon dat je de treffers uit, HSC uit, dat zijn twee lastige wedstrijden. Ik moet zeggen, ik vind HSC ook geen slechte ploeg. Je hebt gewoon wel kwaliteiten. Met onze blessures die we hebben en onze schorsingen, we missen er gewoon 8. Hè? Het zijn niet alleen 8 wisselspelers, maar het zijn gewoon 8 gewoon potentiële basisspelers. Ja, en dan moet je dus gaan schuiven en dan denk ik dat die jongens het fantastisch hebben ingevuld vandaag. Top, afsluiting. Dank je wel, man.